Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben weer vrij, het is mijn mamadag. De kinderen gaan nog even tanden poetsen en dan gaan wij Noemi mee naar school brengen. Dus dat gaan we nu even doen. Noemi, heb je tandenborstels alvast klaar? Poetsen? Kijk eens, ga jij ook even poetsen? Ja. Misschien kan Noemi een beetje opschuiven, dan kan je ook nog op het krukje staan. Ja. Klein beetje nog? Goed poetsen. Hey. Goed poetsen, hè? Waarom heb je ook gepoet, mee? Ach, ik kan nu niet vergeten. Mama nog even. Nee, ik kan. Nee, ik wel. Ga ik ondertussen even jouw kont verschonen. Nee! Nee, ik kan. Anders kan je het niet. Naar de Aldi, hè? We hebben net fruit gegeten. Niva is even lekker hier op het kleed. Niva is lekker op het kleed aan het spelen. Ja. En Nevan speelt lekker in de zandbak. Is een mooi kerel. Ja. Mooi, hè? Auto's. Ja, auto's in de zandbak. Graven. Graven. Ja. Wat? Hoe heet hij nog maar? Harry. Harry, ja, hondje Harry. Van de buren, hè? Ja. Het is inmiddels 11 uur en tijd voor brood eten. Dus ik ga Niva ook even een paar stukjes brood geven. Ze is er nog niet heel happig op, maar we gaan het slappetje. Nee, die is voor Niva. Oh, Niva. Vind je dat? Broodje. Broodje. Ja, Niva spuugt alles weer uit. Ja. Denk je dat ze het lekker vindt? Oh, koekoe. Oh, wat is dat? Koekoe. Een haan. Ah. Ja. Koekoe. Koekoe. En wat doet een kip dan? Pasta. Toch? Olifant dan. Ja. Olifant. Kijk, oh ja. Het is 11:15. Beide kids liggen lekker op bed. Neven was ook echt super moe. Moest hem vanmorgen al wakker maken.
Dus die ligt ook lekker op bed. Dus dat geeft mij de gelegenheid om weer even lekker een uurtje op de crosstrainer te staan. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik heb gesport. De kindertjes zijn ook allebei alweer wakker. Het is 2:15, dus we zijn lekker op tijd. We gaan alvast richting school. Nee, van wil graag zelf ook op de fiets. Schoon. Niet doen. Dan zijn we in ieder geval op tijd. Dus nu nog mee ophalen voor school. Je mag wel fietsen. Zwaaien. Je mag wel fietsen. Ja. Oh, mooi. Ben je weer terug van school. Lekker koekje aan het eten en lekker drinken. Nee, chocola. Een chocoladekoekje, lekker hè? Oh, zal mama ook wel zin in hebben. En neef is ook een koekje aan het eten. En wat gaan we zo meteen even doen? De lion. Lion, daar had je zin in hè? Dat had je al een tijdje niet gedaan. Nee. Mooi, heb je een hartje gemaakt. Wauw, is ook mooi. Ja. En door. Kijk eens. Knippen. Dan doe je dat klein. Ik moet het niet knippen. Toch hoor. Ik word strepen. Kijk, en dan doe je hem zo dicht. En dan komt hier, daar, daar. Oh. Ik ga lekker een lekkere spaghetti maken. Weet je wat ik ga maken, Mam? Spaghetti? Nee. Kip tandoori. Ook lekker. Helemaal mooi door kan doen. Patje. En welkom ik heb een bakje. Mama. Ja. Niet. Nee. Dan moet je nieuwe erin doen. Nieuwe klei erin proppen. Daar. Daar. En dan. Nee, dat wil niet. Moet je er weer nieuwe in doen. De nieuwe erin. Ja. Kijk, hier is nog genoeg. Kijk eens, mam. Wow, kleiharen. Kan je net als mama die knippen of aftrekken. Nou, was niet best dat ze zo makkelijk uit je hoofd ging, die haren. Ik
we nog een keer. Kamer. Grappig, hè? Ja. Kipper. Zo bijna. Ja. De kindjes zijn nog eventjes aan het kleuren aan de tafel. Die kijken lekker televisie. Ik ben ondertussen al begonnen aan het avondeten. Spinazie met gehakt kip en ei heb ik al gekookt. Dan gaan we eten. Ik had eigenlijk gehoopt zelf dat ik spinazie à la crème mee had genomen. Maar dit was helaas niet het geval. Dat vind ik zelf wat minder lekker. Maar goed, wel gezonder natuurlijk. Dus aan het eten koken. Ik heb het huis weer aan de kant en Dennis brengt Noemé nog eventjes op bed. En dan zijn we al helemaal klaar. Het is 7 uur, dus dat is lekker.